Vandaag ga ik alle focusdrinksmaken tegen elkaar laten vechten. Team Original, Team Mango Limoen, Team Aardbei Framboos en natuurlijk Team Tropical. Dit zal gebeuren met 200 kijkers. Elk eiland zal bemand worden met 50 spelers en dan zal de oorlog beginnen. We gaan 4 ronden spelen tot er nog maar 1 iemand over is. De winnaar van deze oorlog zal 240 flesjes focusdrink winnen. En die komen wij dan ook nog eens persoonlijk thuis bezorgen. Vergeet zeker niet te abonneren, want wie weet maak jij dan wel kans om ook focusdrink te winnen. Hallo mensheid, we gaan winnen. Dat is het idee. Dus ik zei het net ook al, maar we gaan het gewoon nog steeds proberen, oké? Okay? Zometeen kunnen jullie alles. Deel lekker met elkaar. Zo vriendelijk. Probeer zoveel mogelijk van het eiland te looten. Please bring er niet vanaf. Wij gaan winnen. Ik ben een soort van jullie god. Jullie moeten mij ook dingen opofferen. Waar zit Rick? Oh, Rick is op blauw. We gaan naar blauw. Dat is het eerste target. Oké, ik wil dat jullie goed samen gaan werken. En dan daarna moeten we nog heel veel kijken wat de andere teams gaan doen. Want ik wil niet dat wij als eerst afgaan. Echt niet. Dan ben ik jullie allemaal van deze server. Nee, grapje. Maar ik wil wel dat jullie goed gaan strijden. Let's go! We beginnen! Oh, er zijn gelijk 2 mensen uit de wereld gevallen. Kom op jongens, lekker hakken die boom. Maai die hele boom naar beneden. Schiet op, we hebben niet heel veel tijd. Begin. Begin met hakken. Begin met hakken, begin met alles wat je kan. Oké, ik zie dat team Oranje, oftewel team Mango Limoen, die is al gelijk een soort fort aan het bouwen hier of zo met z'n allen. Die zijn de gravel aan het plaatsen. Dus ik weet niet wat voor tactiek Justin heeft voor zijn volk. Maar succes Justin, ik wens je veel plezier ermee. Ik geef jullie even een kleine uitleg over de eilanden jongens. Op deze eilanden bevinden zich een aantal kisten met daarin spullen. Nou, die zijn inmiddels natuurlijk wel helemaal leeg geloot. En in de eilanden kunnen ze ook stiekem hieronder, kijk, kool vinden. En ergens, ik kan het nu niet helemaal vinden, maar ook ergens... Ah, daar, ijzer kunnen ze ook vinden. En op de bodemlaag hier, misschien dat ik even een beetje kan helpen hier. Even kijken, kijk. Oh, er zijn diamonds. Hele mooie diamonds. En de eerste aanval is begonnen door YOLO Flexi. En hij heeft dezelfde skin als dat Julian zelf heeft. Oh, en rood is al bezig met het aanvallen van oranje. Oh, jeetje. Iedereen is muren aan het bouwen, oké. Dus iedereen... Oh, er gaat al iemand voor de aanval bij rood. Nee, joh. Oké, wij zitten voor nu nog safe. Doe lekker een muurtje bouwen. Oh, kijk. Deltje gaat voor de aanval. Deltje mag wel, hoor. Voor mij mag je. Maar heb je wel een zwaard? Heb je een zwaard en zo? Maak even een zwaard voor de zekerheid. Dat is slim. Ja, met een stokje kom je niet zo ver. maak even een zwaard. Oh, blauw gaat er onderweg naar geel, jongens. Dat is perfect. Oh, rood komt eraan, jongens. Verdedig. Verdedig met al de kunsten die je hebt. Ja, dat ja. Heb jij een voorstander? Laat het nu even weten in jouw reacties. Dat kan je eigenlijk al puur alleen al afleiden van jouw favoriete smaak. Welke jij het echt het lekkerst vindt. Dus laat even weten voor welk team jij bent. Voor welke smaak. Waar kan ik wat zwaardjes pakken? Ik kan hier wat zwaardjes pakken. Deel deze met elkaar. Deel deze met elkaar. Jullie kunnen als goed ook bogen maken. Maar kijk, daar staan ze, jongens. Ze staan al bij blauw. Jij bent een van de fretjes. En een groene fret. Dat is de lievelingskleur van Fred. Ik ga jou een boog geven met een paar arrows en een zwaardje en wat blokken. Daarmee wil ik dat jij hier een boogplatform maakt. Als jij hier een boogplatform van kan maken en boog gaat schieten, dan moet dat goed komen. En oplet op blauw. Ik ga gewoon al de fretjes hierheen doen. Oké, okay. Oh, er is iemand met een diamond zwaard. Jongens, kijk uit hoor. Hij komt eraan. Oh, sla hem eraf. Kie, pak hem. Pak hem. Dan is de diamond zwaard weg. Hij zit niet door. Pak hem. Gewoon eraf meppen. Zijwaarts eraf meppen. Ja, ja! Oh, dat is jammer. Je zat in de buurt. Kijk uit! Oh, nee! Oké, dit gaat niet de goede kant op. Dit gaat niet de goede kant op, jongens. Oh, ze hebben een pijlenboog! Wie is dat? Was jij dat, Casey Wees? Zet jij een pijlenboog? Fred Army! Let's go, Fred! Ik zie dat andere mensen al een goed fort hebben, maar ik zie nog niks bij ons, jongens. Iedereen heeft al met gravel, maar gebruik niet je gravel. Maak daar flint van voor pijlen, dan hebben wij gewoon... Ja, een groot voordeel. Oké, jongens. Ik ga een plan. Allemaal naar boven komen. Allemaal gereed staan om te vechten. Oh, YOLO Flex is er. Jongens, indringer. Beneden aan de brug. Sla hem neer. Map hem. Pak hem. Lekker. Goed zo, jongen. Lekker, Jasper. Goed gedaan, Jasper. Oké, jongens. Ik ga het een kleine twist geven. Niemand weet dat ik dit ga doen. Maar ik ga iedereen een stack stone geven. Ik heb iedereen 1 stack stone gegeven. Puur om te kijken wat gaan ze ermee doen. Wat gaan ze met de stack stone doen? Dan hebben ze in 1 keer heel wat meer om mee te bouwen. Misschien dat ze het ook wel gelijk benutten. Het zou toch top zijn als Team Fred gaat winnen. Ik kan ook gebruik maken van het bovenste puntje van het focusdrinkflesje. Ik zie dat andere teams dat ook doen. Kijk vooral bij hun af. Kan je een soort van skybase maken. Kijk. Dit is wat ik bedoel. Kijk, want ze ziet. Zitten te schieten met een boog. Ik hou van groen. Hij is bezig. Als jullie dit gewoon heel groot maken, gewoon een heel groot platform, dan kunnen we daar uiteindelijk ook met z'n allen naar uitwijken, zeg maar. Dus maakt niet uit of het dan netjes uitziet of wat dan ook, maar het moet gewoon oud zijn. Hey, Justin, ben je eigenlijk al geabonneerd?
Ja, en ik dan? Ja, ja, ik ben ook geabonneerd. En jij dan, Julian? Ja, ik ben ook geabonneerd. Maar... En jullie thuis? Zijn jullie eigenlijk al geabonneerd? Volgens mij nog niet. Vergeet zeker niet even op die abonneerknop te drukken. We gaan voor die 5000 likes. En laat ook zeker even in de reacties weten welke focusdrink smaak jij het lekkerste vindt. En ja, nogmaals die abonneerknop. Druk hem nou gewoon in, want wie weet bezorgen we volgende keer focus bij jou thuis. Woehoehoe, lekker! Woehoe, daar! Oh, kijk! Hier hebben we het. Het eerste gevecht. Ja. Achter in je rug, sorry. In je rug. Hij zit onder jullie. Ja, Laurens, hij zit echt recht onder je. Ja, pak hem. Pak hem. Oh, Max in je rug. Levi ook in je rug. Houd dat schildje paraat, jongens. Dan heb je geen knockback. Houd dat schildje paraat. Mensen, oh fretjes. Jullie moeten boog gaan schieten. Ik ga wat meer arrows in jullie kist doen. Eerlijk delen. Oeh, ik zie dat geel en blauw al in een gevecht zijn. Maar die hebben ook een goede armor. Deze guy heeft al full diamond. Iemand van blauw. Oeh, en een diamond sword. Ja, daar moeten jullie voor uitkijken hoor, jongens. Ja, kijk, watertactieken. Ik weet niet wie dat heeft gedaan. Maar dat is heel erg slim, jongens. Oranje is naar ons toe aan het bridgen, jongens. Oh, het is tijd om aan te vallen. Oranje is aan het bridgen naar ons toe. Schiet ze eraf. Oké, jongens, nu is het echt tijd om aan te vallen. We gaan aanvallen op rood. Wat is hier gaande? Wat is team... Oh, team mango, limoen valt team aardbei, framboos langzaamaan van boven. Maar ze doen met blaadjes, dat is wel gevaarlijk. Oei, daar gaat Jesse al. Dat is perfect. Jesse is al neer, dus één minder, jongens. Oh, wat is hier gaande? Wat voor gevecht is hier gaande? Oh, missen die net nog iemand vermoord? Lekker, Fastbo. Ja, dat heb je verdiend. Fastbo heeft hem gewoon te pakken. Ik heb allemaal spullen opgepakt. Damn, dit was het eerste intense gevecht dat ik heb gezien, jongens. Het was net zo lekker druk. Kijk, jongens. Kijk. We staan lekker aan het aanvallen. Help elkaar. Mensen die nog onder de grond zitten, komen ze met je luie reet omhoog. Goedemiddag, we zijn er met vrees nog mee bezig. Gaat iemand zich opofferen om iedereen er vanaf te tikken? Ja, het wordt tijd om aan te vallen. We moeten naar blauw toe. Blauw is onze vijand. Oh, mensen hebben visengels. Oh, wat slim. Oh, ze proberen mensen te. Kijk dit dan. Wat gebeurt hier? Hij wordt gewoon omhoog gehengeld. Die coole Wes. Damn. Pas op, Tom. Tom, oh, dat was wel levensgevaarlijk. Pas op, jongens. Gamerboy, taaien. Taaien, pas op. We staan ze, hoor. Oh. Oeh, gaat nog goed. Ja, goed zo, bolletje. Ja, goed. En nu moeten we gaan. Ja, we zijn nu met de meerderheid. We nemen deze hele brug over. Ja, nu laten jullie ze allemaal afslachten. Rizio, ga erheen. Wees geen luie paszak. Hij zit recht eronder. Swoon heeft het zwaar. Help hem. Ja, goed zo. Pak zijn armor. Juist, goed zo. Oh, hier is ook een lijpgevecht gaande. Oh, er gaat van alles fout, jongens. Er zijn allemaal lijpgevechten gaande. Oké, Floor en... Floor is dood. Ja, Floor. Tot ziens. Oh, maar Walix en Wafel gingen voor. Jackie ook. Fastbo gaat er nu ook voor. Oh, maar hij wordt wel hard gehit. Oh, er gaan nu veel mensen dood. Misschien moeten we een beetje terugtrekken. Ja, nu komen ze met heel veel. Een beetje terugtrekken, jongens. Terugtrekken. Maxen, jongens. Zijn diamond spul. Maakt niet uit. Wij zijn sterker. Kijk, goed zo, jongens. Lekker. Hier moet je zien. Mango en limoen is letterlijk aardbei framboos helemaal aan het overnemen. Die zijn er wel heel veel verloren, hoor, inmiddels. Ik hoor alleen maar klappen en weet ik wat. Oeh, dit is spannend. Oh, gaat de diamond nou verliezen? Nee! Oh, dat is jammer. Hij had zoveel goede armor. Goed zo, let's play. Goed zo, pak ze. Oef. Jongens, hoe kan dit? René dood, Floor dood, alle fretjes zijn al dood. Ze zitten in onze kisten. Oh, Geel gaat echt dood gewoon. Er staat hier nog één persoon. Volgens mij is dat de laatste. Maar hoe kan dit nou weer? Bos, je bent letterlijk volgens mij de laatste. Volgens mij ben jij de laatste van je soort. Ren, vlucht. Ik geef je een escape route. Bos, kom. Rennen, Bos. Hier, Bos. Nee. Bos. Ik gaf hem nog een route. Goed zo, Tristan. Ja, er is iemand gevallen. Pak hem, Rizio. Let's go, hij is dood. Ik zie de laatste strijders. Oh, nee. Jorommeke. Goed gevochten, jongen. Pak. Ja, pak like a panda. Pak hem, jongens. Goed, goede hit. Ja, hij valt naar beneden. Hij is neer. Pak zijn spullen, jongens. Liggen spullen beneden. Jongens, ik heb de witte vlag gehesen. Ik heb hem gehesen. Robin heeft officieel opgegeven, jongens. Dat betekent Team Tropical, de nieuwe smaak, is geëlimineerd. Team Tropical is af, jongens. Dat betekent dat wij of hun of Oranje nog moeten uitslachten. Team Geel. Oké, Team Geel was dus af. Dat is goed. Oh, man. Jongens, ik wil jullie wel echt heel erg bedanken voor het meedoen. Ik kan er natuurlijk ook niet heel veel aan doen, maar... Oh, man. Wat er nu gaat gebeuren is echt bizar. Team Original gaat via Team Tropical gaan ze helemaal door naar Team Aardbei Framboos. Dat betekent dat nu op het eiland van Team Aardbei Framboos is Team Original te vinden. Er is wel iemand dood gegaan, maar in de tussentijd worden ze ook aangevallen vanaf de andere kant, namelijk vanaf Team Mango Limoen. Wat gaat er gebeuren? Team Rood wordt langzaam uitgeschakeld. Ik vind het oprecht echt heel spannend. Het ziet nu nog prima uit, jongens. We kunnen het volhouden. Goeie, wie was dat? Nee, dat klinkt minder.
klinkt wat minder. Ook al weet ik niet wie de laatste man. Hier zijn Mapex, Bout2312. Ik weet niet of jullie nog de enige zijn, maar het ziet er zo ver uit wel. Jullie strijden tot de laatste man. Ik zou het wel echt leuk vinden als ons team gewoon weer wint. De vorige keer heeft mijn team ook al gewonnen. Hallo! Wil je nou ook zo'n prachtige mooie Minecraft server om samen Minecraft met je vrienden te spelen of ook events te hosten? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor de beste Minecraft servers. Ik heb hier nog water. Je jumpt op een man van 7. Oh jee, deze man heeft duidelijk geen verstand van oorlog. Volgens mij is in de tussentijd oranje heeft op zich nog wel goed. Maar volgens mij is rood gewoon... Wat is de status van rood? Van aardbei framboos? Volgens mij niet zo goed, hè? Volgens mij geen goede status. Zie ik dit? Uh-oh, is dit de laatste? Ja, die is ook af. Oh, nu komen er wel heel veel guys met diamond naar beneden. Nee, het ziet er niet goed uit, jongens. Het ziet er zeker niet goed uit. Ik vraag me het af. Het ziet er niet goed uit. Oh, ze komen hier boven. Oh nee. Hoe gaat het, jongens? Hallo? Ons mens nog aan levend? Iemand? Hallo? Het ziet er niet goed uit, jongens. Dit ziet er minder uit. We zijn misschien een beetje verslagen, ja. Dat lijkt erop dat we neer zijn. Ja, en de namelist zijn ze ook nog met superveel. Wouter23MT Jasper, nee. Ik denk dat het was. Ik denk serieus dat het was. Ik denk dat er niks anders op zit, jongens. Ik denk dat er niks meer anders op zit. Hij is de witte vlag. Hij is de witte vlag. Dan is het dus alleen nog wij tegen Limoen. Mango Limoen, die oranje. Volgens mij zijn jullie allemaal ten onder, hè? Zo te zien wel. Ja, er zat net nog één overlevende, maar zie ik hier nog wat. Nee. Ik denk dat de smaak original, jongens, over heeft genomen. Letterlijk overal zie ik blauw lopen. Letterlijk overal. Ik zie geen andere kleur kan ik meer vinden. Ik heb aan Justin gevraagd wat de status van oranje is. Er loopt daar nog één rood. Die wordt waarschijnlijk nu ook nog uitgeschakeld om eventjes af te maken. Juist. En oranje is ook dood. Dat betekent dat ronde 1 gewonnen is door de original. Laten we nu gaan naar ronde 2. Welkom in ronde 2. In ronde 2 werkt het allemaal een beetje hetzelfde. We hebben hier team Tropical en we hebben hier team Aardbei Framboos. Zij zullen tegen elkaar gevechten. De overlevenden van team original zijn opgesplitst in 2 andere smaken. En ik ben benieuwd wie er gaan winnen. Bij team geel hebben we Robin en Justin als leider. En bij team rood hebben we Rick en Julian als leiders. Laten we beginnen en dan kunnen jullie gelijk zien wat hun tactiek is. Geven we jullie gewoon allebei een boog? Met arrows wel, hè? Anders wordt het een beetje... Ja, met arrows. Maar ook wat blokken. Zullen we er ook blokken bij geven? Even kijken. Blauw is... geel bedoel ik, sorry. Die is eigenlijk een beetje bezig met dezelfde tactiek. Ze hebben ook weer wat water geplaatst. Ja, dat is goed. Maar dat moeten wij ook hebben. Want stel nou, je valt er naar beneden. Dan kan je in het water en dan kan je gewoon weer omhoog zwemmen. De kisten worden geopend. De loot wordt eruit gepakt. Er zit van alles in waardoor ze bow en arrows kunnen maken. Weet ik voor wat allemaal. Het is hetzelfde eiland als net, maar nu met minder man. Waardoor ze ongeveer 50% meer loot voor hunzelf kunnen houden. Omdat er minder man op zit. Oké, er komt iemand richting ons. Dus als iemand alvast kan beginnen met een klein trappetje omhoog bouwen. Want Prominder komt eraan. Oh, we hebben de eerste van team Tropical. Die is aangekomen bij team Aardbei Framboos. Kom op, jongen. Kom op. Doorgaan. Er zit niemand achter je. Niemand gaat je eraf slaan. Hij was echt niet verplant dat rust. Zit wel in een boot. Waarom zit je in een boot? Oké, het focusflesje is open. Daar gaat een ladder komen. Goeie. Kijk, er komt ook een brug van onder. Kijk, die is ook al verbonden. Pas op. Rood heeft bijna de brug verbonden. Ze komen langzaam in tech. Prominder is er. Oh. De naam die ik niet uit kan spreken. Prominder is er, jongens. Pas op. Hij is hier. Kijk, jongens. Oh, dit is goed, zeg. Oké, QF, ik ga jou ook wat wol geven. Oh, dan gaan mensen omhoog. Lekker, jongens. Hup, omhoog. Hier focus drinken. Ik ga hier gewoon een chest neerzetten. En een crafting table. Hier moeten wij nu echt eventjes hard aan de slag. Ze hebben een nootje. Er is hier iemand met full diamond. Dip L. Dit is niet goed. Hij moet als eerst dood. Hij moet gewoon naar beneden geschoten worden. 2 mensen schieten. De anderen gaan die brug verder bouwen. De bovenste brug moet worden gebouwd. Dat is het belangrijkste. Want onder zit hij nu wel vast. Maar maak hem zo breed, jongens. Kijk, gewoon zo, jongens. Niet zo moeilijk doen. Gewoon zo. Hup. Maar de pijlen vliegen erin rond. Je ziet overal telkens gewoon pijltjes vliegen. Hier, dit hele steentje hier is ook gewoon onder gepijld. Kijk, de bad wars. Oh ja, Yoshi, kijk uit, Yoshi. Hij gaat ervoor. Oh, Yoshi. We mogen jou niet verliezen, Yoshi. Yoshi, jij bent onze ster speler. Doe het niet. Kijk uit. Ja, ze hebben echt gewoon spectral arrows. Nee, laat je niet afleiden door mij. Laat je niet afleiden door mij. Doe je ding. Yoshi, doe je ding. Ik ga je niet afleiden, maar ga niet dood, please. Oeh, de eerste moord. Oh, de tweede. Nee, Tryhard, nee. Nee, Tryhard is dood. Ze zijn er. Giel, pak hem. Ze zijn er. Clutchmaster is hier. Clutchmaster is het. Yoshi, pak hem. Yoshi. Ja, kijk, hij ownt hem. Yoshi, kom op. Yoshi. Oké. Yoshi, ja, als je bijna dood bent, dan ben je dood. Ja, nee, dit is goed. Goed zo, vet. Let's go. Ja, netjes. Oké, die andere guy die is weggerend. Die full diamond. Ze zitten alleen maar motorspammen. Die andere full diamond is dood.
Ja, dat is goed, dat is goed. Yoshi heeft hard gestreden. Clutchmeister heeft wel 2 uitgeschakeld. Maar het heeft mijn laatste eigen leven gekost. Oh, jongens, kijk uit. Kijk uit. Er zijn mensen bij het focusflesje bovenin. Kom op, jongens. Bovenin. Een potion. Oh, nee. Nee. Dit gaat niet goed. Hody. Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat weer niet goed. Ik krijg flashbacks. Wat is dit nou? Jongens! En hij heeft hem eraf gemapt. Hij is dood. Ik ben trots op onze Yoshi. Kijk. Het is echt ongezond. Team Geel wordt weer afgeslacht. Hoe krijgt Team Geel het voor elkaar om weer gewoon zo ineens afgeslacht te worden? Samenwerken, kom op. Kom op, jongens. Samenwerken. Dan alleen gaat het lukken. Oh, jongens. Ja, maar ze hebben allemaal veel goede loot. Hoe kan dat nou weer? Nou, ik denk dat het einde oefening is voor Geel. Hoe kan dat nou weer? Hoe kan dat nou gewoon weer ineens? Ik denk dat Robin en Justin elkaar even moeten overgeven. Ja, dit vinden ze niet leuk. Ze zoeken nog naar hun laatste man, jongens. Die kill heb je. Ja. Oké, maar hoeveel zijn er nog? Was dat er? Ik weet het niet. Als dat er was, dan ga ik echt stuk. Ja, we hebben wel gewonnen. We hebben wel gewonnen, hoor. Dat is overduidelijk. Ik denk dat het gewoon weer afgelopen is. En dat team Aardbei Framboos de winnaar is van ronde 2, jongens. Je ziet dat heel team Tropical is overgenomen door team Aardbei Framboos. Er is niemand meer over van de Tropical smaak. Gefeliciteerd, jongen. Ze hebben ronde 2 gewonnen. Laten we doorgaan naar de halve finale. Dat is belangrijk. Dan direct goede pickaxe maken. Van hout naar beneden hakken. Steen hakken. Ijzer hakken. Of eerst steen en dan steen de pickaxe maken. Ijzer hakken. En dan, als de wielen weer diamonds gaan hakken, die gaan gewoon gebruiken. Als je niet alles gebruikt, dus als je iemand ziet die niks heeft, geef hem wat. Vooral zwaardjes en een chestplate, dat is het belangrijkste. Daar ga je me wel mee redden. Zijn jullie team aanvallend of team verdedigend? Aanvallend is springen, verdedigen is blijven staan. Iedereen wil aanvallen. Willen jullie dan zo snel mogelijk aanvallen? Dan moet je springen. Of eerst van alles verzamelen en dan... Oké. Dus jullie willen eerst dingen verzamelen, gaan minen en dat soort dingen. En dan daarna gaan we gewoon aanvallen. Gaan we dat doen. Top. Het wordt een lastige match. Ik zie voornamelijk team Geel. Die was behoorlijk goed met die DS MMR en Yoshi Gameplay X. Daar moeten we voor uitkijken. Ik zou zeggen, links zit Geel. Dus ik hoop niet dat Geel voor ons komt. Probeer voor nu Geel zoveel mogelijk te vermijden. Ik hoop dat hun naar rood gaan of naar oranje. Ik denk dat wij moeten focussen op oranje. En stel nou Geel komt eraan. Ja, dan moeten we natuurlijk Geel pushen. Swoon, ga je het doen. Hij gaat het doen. Hij gaat het dan gewoon doen. Heeft Ivirin een enderpul? Er is net iemand geënderpuld naar Geel toe. Ik snap het niet. Er is al iemand, of niet? Huh? Oh, die is geënderpuld natuurlijk. Wat goed. Lekker, jongens. Dat is al 1. Lekker. Oh, Swoon is al dood. Hij nam te veel voor het team, jongens. Die Robin gaat sowieso... Oh, oranje is bij ons, jongens. Sorry. Ik zat niet op te letten. Oranje is bij ons. Hij heeft een potion. Oké, hij komt nu aanvallen met een stok. Hij heeft een stok en een axe. Iron axe heeft hij. Kijk uit. Hij zit boven jullie. Je stout is erbij, dus pas op. Oké, jongens. Oranje is volgens mij aan het vechten. Ja, oranje is aan het vechten bij blauw. Dus wees daar in ieder geval van bewust. Betekent nog niet dat dat hier gaat gebeuren. Maar dat is dus in ieder geval even de staat van nu. Goed zo. Bouw het dicht. Lekker wezen, Robert. Nu kunnen ze er niet meer langs. Er liggen blokken. Alarm. Blokken boven. Heel veel blokken. Oranje blokken. Robert, pak ze. Achter je. Blokken. Verdeel ze onder andere iedereen. Lijken ze inzien. Sap. Een steekie. Lekker bezig, Robert. En beneden zit er nog iemand. Ik hoor hem hakken. Hier, aan de linkerkant. Mike zit hier. Oh, kijk eens. Kijk, toppers. Goed met elkaar delen, jongens. Kom op. En zwaardje maken. Ook heel belangrijk, natuurlijk. Ik zie dat langzaam de teams beginnen klaar te worden om een oorlog te doen. Jongens, we moeten tactisch gaan spelen. We moeten zometeen een beetje omhoog bouwen. Klein beetje. Dus dat je via boven komt en niet via onder. Want dan ben je natuurlijk neer. Toch lijken zien, dus op een sap. Ja, hè? Ja, kijk, goed zo. Ga maar naar Julian. Goed zo. Ja, Yoshi gaat naar rood. Oké, dan moeten wij nu moeten we oranje pakken. Sinaasappeltje staat hier ook. Oh, jongens, jullie gaan ineens. Oké. Kijk eens, dat is had ik even niet verwacht. Ga niet alleen, dat zeker niet. Ga niet alleen omhoog, Jasper. Kijk uit. Ja, nu komen ze met z'n allen. Het wordt nu op vechten. Oké, gaan. Kom op, jongens. Oh, heel goed. Reigertje, dat is de eerste. Oh, je hebt een potion of leaping. Oh, nog eentje. MG Jasper. En dan is er nog maar 1. Oh, heel rood is gewoon dood. Letterlijk heel rood is gewoon kapot. Dit team is gewoon veel te sterk. Of was dat het al? Dat was het al. Oh ja, dat was het al natuurlijk. Oh, lekker jongens. Oké. Ga hier in de kisten kijken. Ga overal kijken of jullie hier nog spullen kunnen vinden. Maxio, kijk of jij spullen kan overpakken. Jongens, wel met z'n allen blijven. Kom op, Maxio, je moet naar boven. Want Yoshi en DSMR die gaan. Oké, pas op voor Geel. Geel komt van hier rood. Yoshi komt eraan.
met andere mensen. Met deze merk, dat zijn wel aardige mensen die kunnen slaan. Oké, Oranje is bang. Oranje komt eraan. Oranje komt er nu aan. Map hem eraf. Oh, eentje van Oranje is dood. Oké, jullie zijn op het eiland. Blijf met z'n allen. Kijk, dat is één. Heel goed. Dat is één. Lekker bezig, jongens. Dat is twee. Kom op. Dat is drie. Dat was het al? Of niet? Jongens, er is nog ergens een overlevende. Ik geloof erin. Ergens. Ergens zit er nog iemand. Ja, kijk uit! Thijs! Nee, Thijs! Thijs, nee! Lekker, Mike. Kom op, Mike. Hou dit vol. Oké, met z'n allen blijven. Kijk uit. Deze zijn meer. Oké, jij bent dood. Oké. Pak hem, jongens. Kom op. Try hard. Ja, die is dood. Always try hard. Die is ook dood. Map hem eraf. Nee! Oh, jongens. Nee. Zit hier boven nog één geikie van ons? Nee, die is van geel. Nee, pas op onder je, Mike. Precies onder je. Ja, maar wat is dit nou? Nee, hou dit vol, Mike. Lekker bezig, Mike. Pas op, Jossie. Hij komt naar beneden. Het spel is nog niet gespeeld, maar wel bijna. Jullie kunnen het. Pak hem. Kom op, Mike. Met z'n allen. Wachten. Heel goed. Heel goed, jongens. Ik ben trots op jullie. Oké, jongens. Ik wil jullie vriendelijk bedanken. Het spijt me dat we niet 3 keer achter elkaar konden winnen. Op een gegeven moment is het op. Jongens, jullie gaan door naar de finale. Geel gaat gewoon door naar de finale. Woehoe! Welkom in de finale. Jongens, ik zie dat jullie allemaal bij jullie team Mattie zeggen. Het lukt niet helemaal. Bij jullie team vriendjes staan. Robin, vertel eens wat over jouw kampioen. Ja, dit is DSMMR. Ja. Dat is een echte... Ja, PvP-koning van wat ik nu heb gezien. Hij staat hier in zijn zwarte zwembroek en zijn hoed op. Ja. Hij heeft wel een t-shirt aan, want hij is verbrand. Dat snap ik inderdaad. Dat is vervelend. Mm-hmm. Maar het gaat hem lukken. Het gaat hem lukken. Ja, ben zeker je weten. Met Team Tropical? Team Tropical voor de win. Zeker weten. Dan zijn we hier bij Team Aardbei Framboos. Je flesje is ook een beetje gekrompen, maar wie is dit, Julian? Zeg het eens. Dit is Maxio. Ja? Ik heb hem niet veel zien doen tijdens dit event. Maar... Wat toepasselijk trouwens dat jullie allebei Max heet. En dat ik Max met veel. Ah. Dat is een voorteken, denk ik. Gaat Max winnen? Ik ben ook voor Team Max hier, hallo. Maar jij hebt niet zoveel zien doen? Nee, ik denk dat hij hier staat puur om geluk. Dat hij gewoon gecarried heeft. gecarried is door die DSMMR en die Yoshi Gameplay X. Ja. Maar ik heb wel vertrouwen in hem. Hij kan het wel. Oké, nou top. Dan zijn we hier bij jou, Justin. Dat Wie is waar. Dit? Leg eens dit uit. Is wat Yoshi Gameplay XL. Moet er ergens achter. Dit is mijn kampioen. Hij heeft zelfs vleugels, dus hij vliegt zo weg met de wind. Oké, hij heeft wel een mooie kleur, dat past bij het oranje. Bij ja, de, dat is waar. Ja, Mango Limoen. Dan zijn we nu hier bij Rick, de original. En wie is dit? Deze man heb ik nog niet eerder gezien voor Dit is een Nolan, ik heb geen idee wie dit is. maar hij is in de finale terechtgekomen. Ja, daar wil ik wel even bij zeggen. Ik was natuurlijk ook blauw en ik heb iedereen hier gecarried in dit gehele team. Dus iedereen die hier staat, komt door mij. En Nolan gaat winnen, want hij heeft zijn kroon al op. Dus ja, en anders... Kijk. Ja, easy. Voor de kijkers thuis, jongens, laat nu in de reacties de kleur weten wie jij denkt dat er gaat winnen. Dat konden jullie eerder doen, maar nu zijn we in de finale. Voor wie ben jij? Laat de smaak achter. Misschien is het ook wel gewoon je favoriete smaak. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, go. Oh ja, en één klein extra dingetje, jongens. We hebben overal van die horens geplaatst waar ze dan doorheen kunnen blazen. En dan komt er geluid uit. En daar hebben we de eerste al. Oh, wat is die creepy. Oké, maar mensen zijn zo benieuwd. Ik dacht dat mensen wel meer die horens zouden gebruiken. Alleen, ze zijn te gefocust op het winnen. Waardoor ze denken, ik moet snel hout hakken. Ik moet snel ijzer hakken. Want ik wil winnen. Ik zie dat DSMMR, die heeft al een firework farm gemaakt. Vuurwerk farm. Ja. Automatisch. Automatische vuurwerk farm. Farm nee, dat is helemaal niet waar. Dit is gewoon een automatische Ender Pearl farm, hoor. Oh. Maar ook met een sorting system. Sorting system. Oh, die van mij gaat aanvallen! Dat is actie! Dat is actie! Nee! DSMMR hij verwacht gaat niet! Ja, daar gaat mijn champion! Oh, hij ziet nu de name tag. Hij ziet de name tag nu, hij is aan het stressen. Tropical gaat... Tropical is nu op door... Ja, hij heeft niks door! Hij heeft niks door! Oh, nu wel! Oh, hij sluit hem in! Oh, jee! Hij wil echt ontsnappen! Nolan denkt ik, nee, dat doe ik niet, die ga ik jou beginnen! Maar hij gaat ontsnappen! Hij heeft nu wel de high ground! Ga van het eiland af dan, als je wil vluchten. Nou, jongen, trek een sprintje, jongen. Wat doe je nou? Oh, hij zet het eiland in de fik. Ja, die als ik eronder ga, kan jij ook. Dat is wel slim, doe je jongens. Ja, op zich, alleen de zijkant opbranden. Je kan hem nu pakken, pak hem nu! Hij heeft nu echt een voordeel, ja! Oh, dat is een crit. Dat was een goede hit.
Dat is een eerlijk. Oh, dit is niet meer eerlijk. Nee, het is klaar. Oh mijn god, wat ging dat snel? Nolan is niet meer onder ons. Dat betekent dat Original uit het spel is weggevaagd. Daar gaat hij. De tropical gaat voor Yoshi. Yoshi. Yoshi moet het klaarmaken nu. Je wordt aangevallen. Oh mijn god, hij heeft het soort van door. Hij gaat het door hebben. Oh mijn hemeltje lief. We zijn Fortnite aan het doen. Ik vind het een heel spannend gevecht. Echt waar. Oh, rood komt ook. Eindtiewet komt ook. Kom op, Max. Oh jee. Maar als ze allebei low zijn, team rood te pakken. Ik vind het zo spannend. Ik vind het rood komt ook. Ja. Kijk hem, hoe snel die omhoog bouwt. Yoshi, dat is echt ongekend. Maar hij rent. Maar rood? Oh, dan gaat rood wel uitkijken. Ja, die moet wachten. Ja, ik zou ook wachten, ja. Je hebt geen goed arm, zie ik. Oeh, en nu Yoshi peert hem. Nu zeg maar, DSMMR heeft zichzelf in een moeilijke situatie gebracht. Nee, want Yoshi peert hem. Ja. Maar de dinges komt eraan. Maxio. Oh, die gaat die gaat voor oranje, denk ik. Ja. Huh? Waarom? Die dinges... Oh, hij heeft niet eens door dat hij onder hem zit. Oh, dat kan ook nog eens. Yoshi denkt, ik wil nog even doorgrinden. Ik wil nog even de ijs eraf maken. Die denkt, ik ben er nog niet klaar mee. Ja, hij ziet hem wel. Hij weet wel dat hij er is. Gewoon de waiting game. Oh. Wie heeft een golden apple? Iedereen heeft volgens mij een golden apple in de chest. Oh, hij eet hem. Gaat hij ervoor? Maxio gaat ervoor! Ja, nu gaat die andere hem ook eten. Oh, gaat er ook iets gebeuren of wordt dit gewoon een beetje kapot? Oh, hij gaat! Oh, hij had de exit niet. Oh, wat een turn! Oh, mijn hemel! Oh, damn! Holy shit! Dit is tussen DSMMR en Yoshi. En nou moet hij omhoog, Tropical of Mango Limoen, wie gaat er winnen? Ze hebben allebei nog een golden apple. Oh, mijn god! Dit is zo spannend! Oh, Yoshi. Ze hebben volgens mij allebei nog een golden apple, dus. Tropical tegen Mango Limoen. Wat gaat hier gebeuren? Oh, hij gaat er gewoon voor. Hij denkt, dit is het. Hij is slim, hij pakt telkens de high ground. Oh, en de speed bridge. Well, kijk hoe ik ga, joh. De bad one. Wow. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Wat gebeurt hier allemaal? Wat een sensatie. Ja, daar gaan ze. Vandaag speelde ik Fortnite, maar dan in Minecraft. Wie gaat dit winnen? Oh. Oh, wie gaat dit winnen? Het wordt heel eerlijk. Yoshi is echt heel eerlijk. Oh. Het gaat nu gebeuren. Oh. Nee. En wie wint het gevecht? Ik denk Yoshi. Oh, ja. Yoshi wint. Yoshi wint. Ja. Yoshi heeft gewonnen. Nee. Yoshi heeft gewonnen, oftewel. De Mango Limoen. Ik ga hem gewoon bijpakken. Jongens, de Mango Limoen. Yeah. Yoshi heeft gewoon gewonnen. Hij heeft, moet ik ook wel zeggen, gestreden. Echt als een krijger. Maar de andere hier, die heeft zeg maar de DSMMR. Die heeft wel de andere uitgeschakeld. Dus wel respect voor hem. Ja, respect voor hem. Maar ik vond dit is echt winnaar. Vet. Dit was spannend. Ik vond dit zo. Laten we Yoshi even bellen. Hallo, zitten we hier met Yoshi? Ja. Gast, wat was jij goed? Dank je. Je hebt letterlijk gewoon in alle rondes, behalve de laatste moet ik zeggen, heb je zoveel mensen uitgemoord gewoon, maar je hebt gewonnen. Ja. Damn. Weet je wat, je weet wat je wint, hè? Ja. Als wij nu een hartslagmeter aan jouw hart zouden verbinden, hoe hoog is jouw hartslag dan? Ik denk dat Yoshi juist wel alles onder controle had. Nou, het laatst wel hoger. Oh. Toch heel hoog aan het einde. Nou, gefeliciteerd, hoe voel je? Nou, goed. Ja, ben je er blij mee? Ja, dat snap ik. Het is wel echt een leuk event die je hebt gewonnen. Ja, ik vond het wel leuk, maar ik speel ook heel vaak Skywars. Dat zagen we wel. Nou, laten wij dan nu doorgaan naar de persoonlijke bezorging bij Yoshi. En zo begon het George. En zo begon het... Stop nou. En zo begon het focusdrinkavontuur van vandaag. Nadat ik even met mijn hond had geknuffeld, begon ik met het inladen van alle focusdrinkflesjes. Je vindt het nou beter lekker, Yoshi. Ik had even lekker een broodje en ben snel op pad gegaan. Tijdens dit lange avontuur hebben we even een stop gemaakt in mijn favoriete stad. Wow. Hier ben ik even lekker gaan treinspotten. Hij toeterde alleen niet. En daarna zijn we weer vrolijk doorgereden. Na een tijdje in de auto kregen we toch wel aardig trek. Maar toen we aankwamen bij de McDonald's werd die verbouwd. Dus wij dachten laten we maar gelijk gezond doen en... Ja, laat maar. De McDrive was open. Wat? Toen we eenmaal weer een tijdje op pad waren, kwamen we op een gegeven moment bij Zeeland aan. En daar moest je tol betalen. Hoezo moet je in Nederland tol betalen? Vlak voordat we bij de bestemming kwamen, gingen we nog even testen of ezels ook focusdrink lekker vinden. Zijn we nog een stukje door België gaan rijden. Hebben we een hele lieve kat gezien. Maar uiteindelijk... We zijn er! Yoshi zei dat hij liever niet in beeld wilde komen, dus ik heb Robin alles naar binnen laten tillen. Alles stond keurig netjes op zijn plek en Yoshi was er erg blij mee. Ah!